We zijn bij, dat willen we natuurlijk weten, en dat zoeken we dan even op, het Fjordenhuis. Het Fjordenhuis. Oh, dit is een beetje lastig. Hadden we gewoon daar langs kunnen gaan. Ach, zeg je nu. Nou, en dit is dan het huis waar we bij staan. Dit is het hoofdhuis. Het lijkt wel een kasteel. En het gebouw wat ernaast staat, dat is ook van hun, maar het verhuren ze. Hey, goedemorgen nog. Ja, het is een goede morgen. Het is nog even net voor 11. Ja, voor 11. Het is vrijdag. Zaterdag. Ook zaterdag. 17 augustus. En we staan hier bij deze pintripplaats. Ja. Plek voor twee campers. En je hebt hier nul voorzieningen. Maar het ziet er wel mooi uit. Ja, het is ook een B&B. Hè? B&B, ja. En daar is... Boutique. Boutique. Maar wij gaan fietsen. Ja, wij gaan fietsen. Daar staan de fietsen. Ik zal nog even het weggetje laten zien. Ons campert. Kijk. Echt heel rustig hier. Ons campert. En dat is het huis waar we staan. En daar kan je nog verder. Maar dat loopt dood. Dus. We gaan fietsen. Ja, daar zijn we dan naar een fietstochtje van een paar kilometer. Ja. Allemaal fietspaden gelukkig. En we zijn bij, dat willen we natuurlijk weten, en dat zoeken we dan even op, het Fjordenhuis. Het Fjordenhuis. Ja, maar dan weet ik nog niet even precies. Ik zal even een ronddraaien. Want het Fjordenhuis staat volgens mij op de andere kant. Oh, nou, dit is ook iets, denk ik. Dit is de haven. Ja, dit is in ieder geval de haven. Met plezierbootjes. We gaan even daarheen en dan kunnen we waarschijnlijk het Fjordenhuis wel zien van de zijkant. Maar we kunnen er ook nog straks eventjes heen fietsen. Even, oh, kijk, hier kan ik er precies tussendoor filmen. Dat is het Fjordenhuis. Dat bit, ja. Ja, daar gaan we even naartoe. Even kijken of we daar dichterbij kunnen komen. Ja. Toch? Mooie architectuur. Ik vind het trouwens hier best wel mooi. Ja. Heel modern. Ja, nieuwe haven denk ik. Ja, ik denk het ook. Niet zo heel oud in ieder geval. Nee, mooie appartementen allemaal. Oké, gaan we even kijken of we aan die kant kunnen komen. Nou, we hebben even op het verkeerde been gezet. Maar dit is het Fjordenhuis. Ja, apart. Mooi. Ja, weet ik niet. Toch wel apart, ja. Daar zien we genoeg belangstelling voor. Daar is Ineke. Maar dit is dus het Fjordenhuis. Daar stonden we dus gewoon naast. En het andere gebouw met die witte golven is gewoon een flatgebouw. Maar die zou je ook kunnen interpreteren als Fjorden in Hammen. Maar goed. Weilje. Ik weet niet precies hoe je het goed uitspreekt. Maar we gaan het in Deen vragen. En daar is de weg. Waar kwamen we overheen? Toen zagen we dit allemaal al, maar dat was gisteren. Het zonnetje breekt aardig door, dus het wordt aardig warm. En dat dachten we dat het Fjordenhuis was, maar dat is het niet. Maar het is in ieder geval een hele moderne haven. Dat is een feit. Hey Onno, stond je tegen jezelf te praten? Ja. Waar zijn we nu? We zijn nu in de haven van Weilje. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. En we staan vlakbij het Fjordenhuis. Wat wij dachten van, is dat het Fjordenhuis of is dat het Fjordenhuis? Ja. Maar dit is het Fjordenhuis. Oké. Okay. Nou, dus we gaan even weer een stukje verder. Ja. Oké. Okay. Hey, hey. Hey, hey. Dag Inge. Hey, hallo Onno. Er zit een knappe vent naast me. Ja, hè? Kappertje geweest. Ja. Ik zal het zo laten zien. Ja. Kunnen de kijkers meegenieten. Ja. Inderdaad. We zitten bij een restaurant. Ja. Nummer 14 Vindbaar. Ja. En we gaan smurrebrood eten. We gaan weer smurrebrood eten. En dit keer ook patatjes erbij. Ja. En dit keer twee. Ja, ons is te weinig. Ik heb honger. Trek. Zin. Ja. Nou, we zijn al even onderweg. Het is 9:15. Ja.
Dus we zijn al even onderweg. En we moeten vanmiddag nog verplaatsen naar een andere... Ja, als we niet mogen blijven. Misschien mogen we wel blijven, dat weet ik niet. Ja, maar we hoeven niet, hè. We kunnen ook gewoon doorrijden. Want, ja, dat is zo. Het is niet zo ver weg. Nee, dat is ook zo. En we kunnen daar aankomen wanneer we willen. We hoeven niet te bellen. Dus, Nee, dat is ook zo. Oké. Okay. Maar laat je zelf even zien. Laat me zelf even zien. Of zal ik het even doen? Ja, maar dat doe ik wel even... Oh nee, maar dan kan jij gewoon omdraaien met de camera. Hè? Knip ik dit er wel uit. Nee, oh. Oh, dat hoeft niet. Kijk, daar is hij. Ik heb mijn bril niet op, maar ik denk... Ja, je bent mooi in beeld, schat. Echt. Hij heeft een geweldige knip. Ja, zeker goed geknipt. Ja. En je gaat op een of andere manier altijd naar kappers die... Ja, niet uit de Denemarken komen of uit het land zelf. Of Nederland komen. Zoals maar die knippen wel heel goed. Ja. Ja, ja, het is weer echt goed geknipt. Ja. Laten we het daar maar bij houden. Ja. Nou, eet smakelijk voor zo. Ja. Ja, dan vergeten we weer te filmen. Dan hebben we alles bijna alweer op. Want Ineke, wat heb jij nou, op je bordje liggen? Nou, ik heb geen idee meer. Het is iets met kip, denk ik. Ik zie ananas. Bacon. Ja. Patatjes. Smurrebreud, patatjes. Maar is het lekker? Je hebt geen idee, maar is het lekker? Ja. Ja? En ik had eerst kalfsvlees met saus en spullen en lekkere kappertjes. Ei, granalen en ook weer heel erg lekker. Dus ik ga snel door met eten. Nou, gaan we weer. Ja. Fietstochtje gemaakt naar... Weilen. Ja, teruggekomen, boeltje ingepakt. En we gaan weer door naar de volgende plek. Ja. En dat is in... Holsbro. Dus... Het is warm geworden toch nog? Het is heel warm geworden, ja. Nou, vooral benauwd. Ja. Ja, warm benauwd. Benauwd warm. Het is zweterig. Ja. Nou, groen. We gaan. We kunnen. Nou, nog een stukje noordelijker trouwens. Ja. Het was een mooie plek. Ja, een beetje ongezellig. Ja. Lag dus, misschien ook aan ons. Ja, weet ik niet. Ligt eraan. Maar we gaan. Oeh, dit loopt eng. Ja, dat loopt eng, ja. Dit is het wildrooster, ja. Zodat de herten niet weg kunnen lopen, maar... Wel over kunnen steken. Oh. Dit is een beetje lastig. Had ook gewoon daar langs kunnen gaan. Ach, zeg je nu? Ja. Hier is gewoon een hek waar je langs kan lopen. En we zitten hier nieuwe patas. Goed. Ja. En jouw? Ja, gaat beter. Beetje strak, zei je net. Ja, maar het valt mee nu. Nou, en hier lopen de hertjes. Ja. Maar daar staat er alleen nog eentje. Ja. Ah, die ik zullen we onderweg wel tegenkomen. Denk je ook niet? Denk het ook wel. Zo, daar staan we dan. De heiger boven op de berg. Nou ja. Het is benauwd weer. Ja, het is weer benauwd weer. De hele ochtend was het eigenlijk koud. Kijk, mooie bloemetjes hier. Ja, ik ga eens even fotograferen om te kijken wat het is. Nou, en dit is dan het huis waar we bij staan. Dit is het hoofdhuis. Het lijkt wel een kasteel. En het gebouw wat ernaast staat... Dat is ook van hun, maar het verhuren ze. En je kan ons net niet zien staan hier, denk ik. Bij dit kasteel, huis, is een pintrip locatie, dus hier staan wij. Nee, je kan ons niet zien, we zitten achter het huis. Ja. Achter het linkerstuk. En hier loopt een rivier langs. Yep. Ik heb wat dichterbij kan komen. En mooie bloemetjes. Nou, dan is er toch gauw 2 kilometer lopen om het hek heen. Je zal maar een tuin hebben van 2 kilometer omtrek.
naartoe? 1,46 kilometer bezig. Ja. Het is 1,5 kilometer. Nou, mooie omgeving hier. En hier. De hertjes. Zijn aan het herkauwen of doen herten dat niet? Ja, volgens mij wel, ja. Lijkt het wel heel erg op. Kijk. En slapen in ieder geval ook. En daar staat onze camper. Ja. Zo dichtbij. Dan kan je hier tussendoor lopen, maar die jammer niet doen, hè? Hey Onno. Hey, goedemorgen. Nou, het is middag. Oh, goedemiddag kijkers in Nederland en België. We hebben ook heel veel Belgische kijkers, dat moeten we niet vergeten. Ja. Dus abonneren. Op zijn Belgisch is hetzelfde, Vlaams. Ja. Belletje. Belletje, ook voor de Belgische. Reacties, duimpjes, alles leuk. Alles leuk. Oké, we gaan hier vertrekken. Het is echt een mooie plek hier om te staan. Ja, het is een pintrip plek. Ja. Slotted in Holstebro. Holstebro. Ja. En we zullen even filmen als we wegrijden. Ja, want dat is wel interessant, wegrijden. Nou, de plek is interessant. Ja. Wegrijden op zich niet natuurlijk. En alles is open. Je kan, er staat wijn, je kan alles gewoon pakken als je het zou willen. Ja. Ja. Dit zou echt niet in Nederland kunnen, want er is niemand. Er is helemaal niemand. Nee. Vooral vandaag niet, want iedereen is weg, denk ik. En de eigenaar en eigenaressen zijn op vakantie. Ja, voor drie dagen. In Mallorca. Ja. Mallorca. Oh, Malaga. Mallorca, voor. Oh, ook goed. Kijk, en hier, nu loopt er toevallig niks. Nee, dat ligt daar achter. Ja, maar dat kan je niet zien, denk ik. Nee. En dit is het wildtrek. Ja. Ze hebben echt heel veel ruimte om... we hebben gisteren een rondje gelopen. Ja. 2 kilometer. Echt een geweldige plek. Ja. Zelfs hier kunnen ze lopen. We hebben er helemaal omheen gelopen. Ja. Dus 2 kilometer eromheen. Dus en nu gaan we naar een saniplek. Gaan we even het toiletje legen, grijs water. Plegen, vuil weggooien, vers water erbij doen. En dan gaan we naar de volgende pinterplek. Ja. Dat zullen we weer laten zien. Nou, dan gaan we weer. Uit deze mooie tuin met allemaal mooie bloemen. Het is niet zo lekker weer meer. En... we gaan naar de volgende pintripplek. Nou, jammer weer. Ja. Nog even aangesproken door de eigenaar van de farm, boerderij. Ja. Nou, het was een mooie plek, echt. Zeker wel, heel mooi. Ja. En nu gaan we door naar Riebe. Ja. 2 uur rijden? 2,5. Oeh, 2,5 uur. Ja, dat gaat nog wat af. Ja, oké. Okay. Het is een flink stukje rijden. Ja. Ik heb mijn microfoontje niet. Oké, nou we zullen wel zien wat we hiermee doen dan. Ja. Hallo. Hallo Ineke. We staan weer op een pintripplek. Ja. Ja. Niet zo mooi als die andere, maar het is wel midden in Riebe. Ja, we zijn echt midden in het centrum van Riebe. Ja. Bij een voormalig treinhuis. Ja, en een bierbrouwerij. Nou, dat is hetzelfde. Alleen het treinhuis is omgebouwd naar bierbrouwerij. Oh ja, je ziet. Door 3 vrienden. Café Remisen. Remisen. Dus de Remisen. Remisen. Er gaat zelfs nog een trein hier voorbij. Ja, dus ik ben benieuwd hoe we dat vanavond gaan beleven als we hier overnachten. Maar, en daar is het station, denk ik. Oh, volgens mij komt er nu net een trein aan. Daar is het station van Riebe. En er komt een trein aan, want de slagbomen gaan dicht. En dan weet ik alleen niet van welke kant. Ik denk van die kant. Gok ik. Denk jij ook niet, Ineke? Ja, dat denk ik ook, van die kant.
Nou, laten we er maar vast naartoe lopen, naar de slagboom. We hebben hier net even geluncht. Een soort tapas. Een soort tapas, maar ja, het is meer een kaasplankje. Een schotel met kaasworst en stokbrood. Ja, de trein komt van die kant. Hij is nog ver weg, maar... Daar staan ook campers, zie ik. Maar dit is inderdaad de pintripplek voor 3 campers. Daar komt de trein. Een kort treintje. Een kort treintje, maar zo zie ik ze in Denemarken bij ons. Ik denk niet dat hij stopt op het station van Riebe. Of wel, of niet. Nou, net een kopje koffie gedronken. En Ineke is nu een ijsje halen. Dat wordt waarschijnlijk ook opgenomen. Of hij haalt het net niet. Dat zou kunnen. Dat is dus nog niet aan de beurt. Oké, bye. Gadverdamme, een houten stokje. Gross. I'm always